Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video op TD Gaming. Mijn naam is Dure en vandaag zijn we terug met een Farming Simulator video. We zijn op Dutch Polder weer en ja, we gaan vandaag in ieder geval de balen afladen en even alles opruimen. Dus ja, dat moet goed komen. En we gaan nog iets doen. We gaan namelijk afscheid nemen van de Landini. Yeah. Nee, maar ik heb een paar mensen gevraagd en die zeiden allemaal gewoon van, doe alsjeblieft die Landini weg. Dus ja, dan gaan we dat ook gewoon doen. Dus ja. Mensen, abonneer even op TD Gaming. Dat waarderen wij heel erg. Dus doe het maar even. Als je kijkt en nog niet geabonneerd bent, doe het maar gewoon even. Ja. Oké, okay, mooi. Dankjewel. ja, maar dan, waar zetten wij de balen neer? We zetten ze gewoon die schuur dan neer. Dan moet ik heel even het hulpdinges aandoen. Ik weet zeg maar niet hoe dat moet. Bepalen, ja. Oké, nou dan moeten we nu de verrijker pakken. Onze vorige Farming Simulator video werd ook heel erg goed bekeken. Dus ja, dank jullie wel ervoor. Ik waardeer dat. Waarschijnlijk echt heel vies adem in die mic. Ah. Ja, leuk. Mensen. Tjoh, ik zit allemaal overal bij jou. Het is weer niet te geloven. Ik kan dus best goed trekken rijden, vind ik zo. Nee, valt mee. Maar ik heb ook nog nooit in de echt trekken gereden. Mocht je dit nou kijken en op een boerderij wonen. Hé, hey, zou ik een keer langs mogen komen? Grapschool. Rustig blijven. Geen moedavond. Ja. Waarom gebeurt het ook altijd bij mij? Waarom moet het gewoon bij iemand? Nou, kijk. Er zijn gewoon momenten dat je moet gaan. Ik word hier altijd heel flauw van. Hup. Oh, kom op! Hoe moeilijk is het nou? Rip het van users. Nee. Oh, god. Oh, Calimero. Waarom zeg ik Calimero? Ik weet het niet.
Nee. Oh, waarom moet het nou? Dit was zo... Oh. Het kan soms heel leuk werk zijn, maar soms ook echt heel erg frustrerend. Dat merken jullie waarschijnlijk wel aan mij. Balen stekken gaat op een of andere manier nooit goed bij mij. Het gaat gewoon nooit goed. Of er flikkert weer een baal af, of het is weer chaos, of de balenkar flikkert om. Dan liggen al die balen verspreid over de weg, of dan krijg ik de trekker niet meer overeind. Het is altijd een en al prutserij. Dat gaan we niet halen. Dit gaan we ook niet halen, dus we moeten eventjes achteruit. Gewoon zo. Hup. Ja, ze kan het ook. En dan zetten we deze gewoon mooi zo. Deze even verplaatsen. Gewoon weer op de plek waar die hoort. Nieuw-Holland Plastic Fantastic. You know, dames en heren. Plastic Fantastic. Nieuw-Holland allemaal plastic. Even kijken, kunnen wij nu haver het beste verkopen of in van de volgende maanden? Dat vraag ik mij een beetje af. In januari is het. Oh nee, wacht. Haver. Ja, in januari is het meeste waard. En waar dan? Nou, dat zien we dan wel. Hebben wij... Nee, wacht. Laten wij anders... We gaan het roer even omgooien. Dit is ons boerderij. Kopen wij dit veld. En dan gaan wij daar wat mee doen. Wij gaan hem ombouwen. Eens even kijken... Silo's moeten we dan hebben. Alleen het enige jammere is dan weer dat die zeg maar een beetje ja, vol zit met andere dingen. Ja. Ja, weet je, ik ga deze stal slopen. Ik vind hem helemaal niet handig hier. Oh, dit ziet er wel heel raar uit. Flippity flippity flap. En verre flap. Ja.
altijd zo raar. Dit? Ja. Nee, oh, de camera is zo lastig. Silo's. Dan wil ik er hier zo in hebben. Overlap met een ander voorwerp. Nou, dat. Zo. Moet dit dan echt weg? Jongen. Mensen, ik ben er zo weer. Oké, mensen. We zijn weer terug. Oh, ik snap dan niet helemaal waarom die dan niet hier geplaatst kan worden. Moet dan eerst ook nog deze weg ofzo. Kan ik dit ook verkopen? Bloedirritant, man. Nee. Sorry. Gewoon hier even zo'n balen silo ding plaatsen. Dat is toch niet zo moeilijk? Nee, ik wil niet terug. Nee. Oké, dan moeten we alleen even. Nee, ik wil niet slopen. Deze. En dan deze. En dan deze. Nou, hebben we hier ook even de dinges gedaan. Ik vind het mooi. Maar we gaan de Landini dus inruilen voor een case. Doe nog wat, we houden de Landini gewoon. We gaan een case kopen en dan houden we de Landini. Ik kan gewoon niet nee zeggen tegen dit ding. Voor die lampen. Het is gewoon perfect plek. Ja, en plus we hebben nu een blauwe Harley. Fucking lelijk ook in een andere plek. Oh nee, zit hier echt katoen op? Oh nee, ik ga hem weer verkopen. Ja, dikke Harry. Ik ga het helemaal niet wachten. Jongen. Ik vind die helemaal niet leuk. Nee. Maar dan moeten we weer hierheen. Nou, dan moeten we naar slopen. Ja, ik wil hem inderdaad verkopen. Dat rijmt. Nou, dan hebben we hem verkocht hoor. Nou. Kijk, we kunnen dit veld wel kopen. Maar ik weet niet.
Ik vind het zo'n raar vormig veld. Wacht. Mensen, een hoop aanpassingen op de boerderij. Dit zou je wel weer niet kunnen slopen, denk ik. Nee. Maar we kunnen het wel proberen. Ja, maar dan moet deze even aan de kant. Ietsjes. Oh! Shit, shit, shit. Is dit zo'n schuur waar je erheen kan lopen? Yep. Nou goed, in ieder geval. Laten wij dit veld dan gaan kopen. Ja. Nou, dan zetten we in ieder geval eerst even een huis neer. Want ik wil eerst even slapen. Put voor de dikke man. En dan gaan we morgen verder als alles een beetje lichter is. Want ja, dit is gewoon donker en dan is er niet zo heel veel aan. En dan kan je ook gewoon alles heel erg slecht zien. Nou, zo. Eens even kijken. Landschap dingen. Dan wil ik graag verven. Het is nog steeds ongelooflijk donker trouwens. Oh, het komt gewoon omdat de zon erop staat. Nee. Eerst gaan we dat hele veld even verven. Het veld verven, dat klinkt zo raar. Wacht eens. Nou. Het kan gewoon niet. Accepteer het dan maar gewoon. Waarom kan dit dan weer niet? Wat is dit voor onzin? Mega grote schijnwerper, jongen. Dit deuntje. Ik ben gewoon een hele kleine deuntje of zo, ik weet het niet. En het enige moet er ook aan dat dit randje zeg maar niet weg kan. Kom op, ik. Waarom kan dit niet?
dan pakken wij nog maar even de Nieuwe Holland of zo. Nee, ik wil hem trouwens niet aan. Let op, hè. Door de sloten. Oké, dit gaat iets minder als verwacht. Ja, dan is maar niet helemaal netjes. You know what, ik heb een ander plan. We zetten er gewoon struiken neer. Ziet niemand. Planten. Hier. Dikke struik. Dit mag wel iets kleiner. Die struiken nou weer niet weghalen. Dat hoop ik echt niet. Waarom nou? Is ook weer zoveel dikke vette honeyzooi. Dan moeten we weer door de struiken heen. Nou ja, het is maar even niet anders. Heb ik het ook alweer verkloot. Nou, laten we eerst even alles opruimen anders. Oh mijn kut, we komen geld tekort, joh. Lening afsluiten. Nou, lening van 200.000. Nou. Dan doen wij een hele mooie silo. 117.000. Zijn we mee bezig? Ja. Wat zouden we nou ook alweer doen? Ik ben gewoon vergeten. Oh ja, Ja. Het is donker, man. Bal, man. Oh ja, we zouden de case kopen. Dat is zo. Zo, we hier erin. Thank you.
mensen, weet iemand hoe ik die bosjes weg moet halen? Zo ja. Zet het eventjes in de comments. Dat zou ik erg waarderen. Het zit echt... Ik heb de map echt gekloot. Daar is een heel kaal plek. Nou, terwijl deze zich weer aan het vullen is, gaan wij even de KC kopen. Nou, dit is ook een leuke case, maar niet degene die wij zoeken. Nou weet ik eventjes niet meer of die bij kleine of middelgroot. Ja, hier kijk. Ja, wel 145 pk natuurlijk, hè. Dat snappen jullie ook wel. Dikke banden eronder. En filter erop. Nee, een klepje. Airhorns. Tuurlijk joh. Details. Ja, laten we het er maar gewoon op doen. Lightbar. Nee, dat hebben we een dikke lightbar erop. Antenne. Ja hoor. Front even erop. Ja, ik vind het mooi. Nou, dan kopen we deze. Oh, ik wist ik hem bijna aanzetten, zeg. En dan, ja, gaan we gewoon de volgende keer hakselen, denk ik. Ik weet het niet, omdat het heel erg donker is. Mensen, willen jullie eventjes abonneren op TD Gaming? Alsjeblieft. Please. En ik krijg weer een bordje, joh. Het zal ook eens niet. Ja. Ik krijg gewoon weer een bordje. Nou, deze moet achteruit. Oh, wat een chaos. Wat een chaos. Ja joh, leuke dingen aan de kant. Nee, ga er alsjeblieft recht op. Yes! En dan zit hij vast. Nou hoop ik hem dat ik hem vanaf hier... Oh nee, druk hem nou niet verder. Doe ze achteruit. Mensen, alles gaat gewoon fout in deze aflevering. Het is gewoon een foute aflevering. Verdomme. Ho, sorry mensen, excusez-moi. Dit is mijn kutste farming aflevering ooit op dit. Ja joh, dikke Tokyo Drift, hoppakee.
moet toch een manier zijn dat je daar gewoon over de sloot heen kunt. Ik zag Dutch Farming Live, zag ik het ook doen. Maar ja, hoe dan? Oh, nu ga ik het waarschijnlijk nog meer verkloten. Dit land is niet jouw eigendom, het is toch echt mijn eigendom, hoor, vriend? Wat moet ik er nou weer verkopen? Of moet ik dan alle sloten in de hele game gaan kopen? Ach, maar dat... Ja! Ah, kijk. Nou, gaan we het nog eens proberen. Oh, nu gaat hij niet meer zeggen dat het niet mijn eigendom is. Dan word ik boos. Oh nee. Oh nee. Oh, wat is... Ik verpruts het. Ik verpruts het gewoon. Fuck. Bro, ik moest één ding niet doen. Maat. Oké, ik geloof dat het nu alweer redelijk gewoon goed is. Fingers crossed, mensen. Fingers crossed, alsjeblieft. Laat het goed zijn. Nou ja. Het kan iets beter. Oh, ik hoop zo dat het goed gaat, hè. Goed zo? Oh mijn god. Oké, wacht, nu gaan we het even. Ja, kijk. Onze nieuwe case, hoor. Daar is hij. Mensen, dit is toch gewoon een machtige trekker. Dingetje er ook in. Wel leuk dat ze het hebben toegevoegd. Oh, ik word geholpen nu gewoon bij het normaal kan rijden. Oh. Jezus, wat een auto. In die lightbar zie je ook bij Zandra. Die lightbar is echt vet, man. Ja, het is een beetje hobbelachtig, maar ik vind het goed zo. Voordat we weer problemen hebben. Nou ja, mensen. Ja. Alles ging fout in deze aflevering, maar het is op een of andere manier toch nog een soort van goed gekomen. Dit is onze nieuwe case. Mooi ding. En nou ja. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Abonneer op TD Gaming.
verlangen voor meer content zoals deze en zoals dingen die allemaal fout gaan. En dan, ja, mensen, doei.